Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar vlog 23. Het leven na de marathon bestaat voor mij uit duathlon en triathlon. En in deze vlog ga ik enerzijds een stukje terugkijken op de Pyramide Cross Duathlon, waar ik voor het eerst van mijn leven met een vereniging van duatleten en triatleten aan de start ging. En zoals beloofd vorige week een aantal tips over de wissels in de duathlon. Maar ik ben erachter gekomen dat die eigenlijk niet zo ingewikkeld en interessant is. Dus binnenkort ga ik een vlog maken over de wissel van de triathlon. Daar is een hoop meer over te leren. Maar goed, eerst maar eens terug naar afgelopen zaterdag. De eerste cross duathlon van mijn leven. We zijn bij de piramide van Austerlitz klaar voor de duathlon. En we doen vandaag met 12 UHTT'ers mee. En de eerste die ik hier tegenkom is Erik. Erik? Hoe vaak heb jij al meegedaan aan Pyramide Duathlon? Nou, dit is de eerste keer, dus nul. Oké. En wat vind jij zo leuk aan duathlonnen? Nou, de afwisseling van de sport, het trainen ervoor en het met ongelooflijk veel mensen in een sportieve omgeving in het buitenlucht bezig zijn. Dat is fantastisch. Lekker. Nou, veel plezier vandaag. Dank je en jij ook. En ook de tweede UHTT'er komt de wisselzone binnen. Ja, Jordi, goedemorgen. Zeg even hallo tegen al onze vrienden. Allemaal. Hey, jij hebt hier al vaker mee gedaan, hè? Twee keer. Ja. De keer werd je afgelast aan de start. Ja. En de tweede keer was legendarische modderzooi. Modderzooi, ja. En wat maakt dat je vandaag weer mee wil doen? Puur de lol. Dit is fantastisch. De sfeertje is lekker, het is gemoedelijk en het is even knijter aan het sporten. Lekker. Ja. Nou, heel veel plezier, hè? Dankjewel. Het is nog half uur voor de start en zoals je van mij gewend bent, ben ik natuurlijk al ongeveer helemaal klaar. Maar kan je wel even meenemen door de wisselzone hier. Tip van Marco, leg je helm op je schoenen klaar. Fietsschoenen, zo open mogelijk, maar gisteren tijdens het droog oefenen ontdekte ik niet te open, want dan trap ik klittenbandjes eruit. Zie je? Het zijn ook geen ideale triathlonschoenen nog. En dan, dit weg. En dan het tweede paar. Staat ook klaar, open. Alles met elastische veters, zodat je dat in één keer aan je voeten trekt. Nou, ik zet maar één bidon op de fiets. Het is natuurlijk allemaal niet zo ver vandaag, maar ik dacht, mocht ik dorst krijgen onderweg omdat het opeens heel warm wordt, bidonnetje klaargelegd, kan ik even extra drinken. Maar dat zien we allemaal nog wel. Ja, eigenlijk is er dus niet zo heel veel te zeggen over die wissel in de duathlon. Het is gewoon je spullen netjes en goed open klaarleggen. Maar het belangrijkste tip is misschien wel droog oefenen. Je hoort mij dat in een bijzin zeggen. Ik heb daar helaas geen beeld van, maar ik heb de avond voor de wedstrijd hier in de tuin die wisselzone al een keer ingericht. En al een paar keer mezelf even 10 keer in de rond gedraaid, zodat je een beetje gedesoriënteerd bent als ware je uit 5 kilometer heel hard rennen komt. En dan proberen die wissel zo goed mogelijk uit te voeren, want dat is de essentie. Het gaat niet eens zozeer om zo snel mogelijk, maar om dat je te zorgen dat je alles in één keer goed doet. En daarvoor is het belangrijk dat je goed in je hoofd hebt zitten in welke volgorde je de dingen doet. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat als ik bezig ben met mijn helm op te zetten en dicht te maken, ik niet ondertussen mijn schoenen uit moet gaan trappen. Want dan krijg ik en die helm niet goed dicht en worden die schoenen een zootje. Schiet niet op. Dus eerst helm rustig dicht, dan de schoenen rustig aan, ben ik uiteindelijk sneller. Want wat het meeste tijd kost is als iets niet goed gaat, je helm staat verkeerd om op je kop, je schoenen zitten los, je tong zit dubbel, weet ik veel. Ja, dan moet je stoppen en dat kost pas echt. Yvonne, heb je al vaker meegedaan? Ja, ik heb wel eens eerder meegedaan. En wat maakt dat je zin hebt om te beginnen vandaag? Nou, lekker weer en gewoon gezellig met iedereen. En het is een mooie duathlon. Goede routes en wat klimmetjes en dingetjes. Dus dat is leuk om te doen. Super. Nou, veel succes. Dankjewel. Lekker jongen, je zit goed bij. Papa. Wat voel je zit? Fake ze maar op. Fake ze maar op. Ja, en hier hangt hij hoor, op de Wall of Fame nummer 417, mijn eerste Pyramide Cross Duathlon. Jan Steehouwer en alle vrijwilligers, bedankt. En mocht je deze video nou zitten kijken omdat je hebt zitten googlen naar de Pyramide Cross Duathlon en je gaat misschien in de toekomst meedoen, check dan vooral ook even mijn vlogje nummer 10 met Marco Glastra over hoe je sneller omhoog fietst. Mijn vlog nummer 13 met Jan Steehouwer zelf over specifieke tips voor de Pyramide Cross Duathlon. En mijn vlog 16 met Jolien Jansen over hoe je beter op de NTB door de bochten rijdt. Want uiteindelijk had ik zaterdag best wel profijt van al die tips die ik daar verzameld heb. En die kon ik toepassen. En daardoor heb ik een, zoals je ziet,
super vlakke race, zowel gelopen als gefietst. En was ik uiteindelijk 21ste, bijna 19e, bijna de snelste UATT'er. Maar in de laatste 300 meter werd ik voorbijgerend door Matthijs en ik kon hem ook echt niet meer bijhouden. Ik had toch nog ergens die marathon in het lijf zitten, geloof ik. Nou, wat ga ik de komende tijd doen? De komende 2 maanden vol programma. Mei staat in het teken van een hoop leuke wedstrijden. En misschien ga jij er ook naartoe, dus dan kunnen we elkaar tegenkomen. Bijvoorbeeld volgende week in Hogerheide bij de Run Bike Run. Onderdeel van de Run Bike Run series. En ik mag invallen in ons competitieteam. Ik denk dat ik er niks te zoeken heb, maar wel leuk om een keer mee te maken. Daarna, een week later, de eerste triathlon van het seizoen op het programma in Enschede. De UT Twente Triathlon doe ik de sprintafstand individueel. Dus misschien kom ik je daar wel tegen. En ondertussen ben ik daar natuurlijk om ons UHTT competitieteam moreel en met video te ondersteunen. 2 weken later gaan we weer rennen hier op de Heuvelrug, de Amerongen Koploop. Als je het leuk vindt om een mooie cross, lekker heuvelachtig, lekker zwaar met veel hoogtemeters te doen, schrijf je vooral mee in koploop.net. Hele leuke run. Vorig jaar heb ik hem ook gedaan en ik hoop dit jaar mijn persoonlijk record daar te verbeteren. En uiteindelijk zijn we deze week op weg naar de eerste kwart triathlon, de Olympic distance van mijn leven. Dat wil zeggen 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen, 10 kilometer lopen in Groningen op 17 juni. Dus dat vind ik dan wel weer echt een beetje spannend. En daar ga ik echt naartoe trainen. Morgen duiken wij hier het Henschotenmeer in voor de eerste open waterclinic van mijn leven. Onder leiding van Jacomina Eikelenboom. Zij is een meervoudig triatlete. Dat betekent dat zij dubbele triathlons doet. En uiteraard ga ik volgende week in vlog 24 alle tips van haar met jou delen. Dus mocht je nieuwsgierig zijn, abonneer je dan nu even meteen op mijn vlog. En ik zie je weer volgende week.